Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Fortnite Save the World video hier op mijn kanaal Rassie Plays. We gaan vandaag natuurlijk weer strijden tegen de zombies en dat doe ik niet alleen, want dat doe ik samen met Ryan de Bakker. Hallo. Hallo. Hey, daar is die hoor. Dus vind je het al leuk? Ram natuurlijk zo'n kaart op, lijkt op, zou ik super doof vinden. En ik wil ook eventjes mededelen dat op het moment dat deze video geüpload wordt, ik 24 uur lang aan het livestreamen ben op twitch.tv/rassengaming voor het goede doel Make a Wish Nederlands. Heb je nou niks te doen? Kom dan gezellig naar die stream toe op het moment dat je de video kijkt. En dan kan je lekker genieten, kan je lekker meekijken. En maken we natuurlijk ook een mooie stream van. Maar we zijn in de discotheek. Hier moeten we niet zijn. Nee! Want we moeten namelijk naar buiten toe, Ryan. En dan moeten wij eventjes dit huis gaan opbouwen. We hebben besloten om dat van steen te doen. En dat doen we eigenlijk als extra challenge erbij. En daarna moeten wij natuurlijk de atlas die daar staat, moeten wij gaan verdedigen tegen de zombies. Dus ik ben zelf wel benieuwd hoe het allemaal gaat. Moet het met hout, Jan? Moet het met hout? Het moet met hout. Oké, het moet met hout, dan doen we het met hout. Ik ben er klaar voor. We kunnen dit best wel snel opbouwen, want we hebben de skills, hè. We spelen nu al lange Fortnite. Hier, kijk maar aan, jong. Hier, easy dit, bro. We bouwen even dit platformpje op. Zo. Ja, perfect. Trappetje hier erbij. Nou, wij zijn goede architecten. Bro, we zijn er echt goed in, ouwe. Ik ben al bijna klaar, hoor. Er komen wel zombies aan, dus kijk uit even tussendoor. Oh ja, laat ze komen. Ja, precies. Ik weet ook niet waar ze vandaan komen. Muurtjes erbij, die doen we zo. Hop, hop, hop. Zo. Oké, ik heb de bovenkant sowieso af. Ja? Ja, de bovenkant sowieso af. Hier moet een volledige muur in. Dus dan, als jij de onderkant doet, dan hebben we hem zo af. Daar moeten nog, zeg maar, wat pilaren in. Als... Ja, ik heb nu sowieso wat pilaars geplaatst al. Dan moet ik deze nog doen. Oh, daarna een schuin muurtje. Of een klein muurtje. Ja. Dan zijn we in principe daar, denk ik. Ik heb boven nu alles af. Oh nee, hier mist nog. Welke missen we nog? Deze hier, hoppa. Oh, heb je hem af? Ik denk het. Ik denk het ook dan. Oh, je hebt mooi die raampjes gemaakt. We moeten nog... Ja. Ik denk dat we hem af hebben. Ja. We moeten nog blue glue gooien. Hoppa, jij kan het erin gooien. Twee blue glue erin, kijk. Het zit er al in. Klaar. Ik zal er niet meer in gooien. Oh. Want dat hebben we nu nog nodig namelijk. Oké, het bouwwerk is af. Dat is sowieso de eerste stap natuurlijk. Dus dat is dope. En hij heeft nu sowieso een koffer op de hele map. Maar, ons doel is natuurlijk om deze atlas te gaan verdedigen tegen de zombies. De zombies spannen daarin. Je ziet al de tornado's uit de grond komen waar ze ook in gaan spannen. En we moeten dus deze atlas gaan verdedigen. Dus het eerste stapje is om even in te bouwen, denk ik, Ryan, met metaal. Ja. En ik denk ook gewoon op deze manier. Dan zet ik, ik hak even deze muur om. Dan zet ik daar ook nog metaal neer. We mogen, het is recommended, maar we kunnen ongeveer 75 muren, vloeren, ga ze maar door, bij elkaar plaatsen. Dus dat moeten we wel even in de gaten houden. Maar als we het zo doen... Misschien is het handig om een deurtje erin te doen. Ja, ik heb hier een deurtje. Oh, wacht, ik kan beter hier. Doe ik daar een deurtje. Doe ik daar een deurtje. Ik zal er ook twee trappetjes bij zetten. Dat is denk ik ook wel handig. Zet zeker nog een laag aan de achterkant. Ja, en er bovenop natuurlijk. Ik moet even een vloertje. Dat zou ik wel even doen. Want anders gaan ze er zo meteen allemaal dingen ingooien. Zo. Ja, oké, okay, nice. En ja, dan is hier denk ik hier af. Hier kan ik nog een klein vloertje plaatsen. Dan is sowieso de voorkant af. Dat is even het belangrijkste. Zodat ze natuurlijk niet naar binnen komen. En nu kunnen we de rest van de verdediging gaan neerleggen. Gewoon van steen, denk ik. Ja, toch? Ja. We kunnen sowieso dit nog laten doorlopen. Waar ben je? En hier bovenop. Ja, je kan die wel laten doorlopen op zich, maar dan moet je trap iets... Dan raak je wel een beetje het overzicht kwijt als je verschillende etages gaat doen, hè. Dus dat is een beetje het probleem. Ja, precies. Ik leg sowieso een vloer neer, daar kunnen we weer traps op gaan plaatsen. Ik zal deze vloer even uitbreiden, man, zo. Zo. Hop. Oh, dat is ook nog wel handig, ja. Ik zal dit nog even onver hakken, leg daar ook nog een vloertje op. Hoeveel bouwen we de dingen? We hebben al 50 dingen gebouwd, ouwe. Echt? Ja, nu al. Ja, we kunnen beter, zeg maar, wat muurtjes in het midden plaatsen. Ja. 55 en, dingen. En sowieso...
zeg maar, dakjes voor onze traps. Ja, of je plaatst gewoon aan de muren, hè, dat kan ook. Ik plaats sowieso die stalen muren hier door. Dit gaat denk ik best wel lastig worden, man. Heb ik zo'n gevoel. We zitten al aan 69 dingen nu, man. 70. Als ik deze afmaak, dan hebben we denk ik wel genoeg. 72, 73. Want dan kunnen we sowieso best wel veel traps op de grond neerleggen. Ja, hier ga je ook zo. We zitten nu op 75, ik zal niet meer bouwen. We zitten nu op 75 namelijk. Ja, dan kunnen hier traps aan het dak worden opgehangen. Ik hak er wel twee op, ja. Zo, dat zijn lekker groter ook, heerlijk. En dan, als we deze muren gewoon groot maken, zo, dan kunnen we ze daar ook aanhangen. Want ik heb van die, ik heb deze sowieso. Ik weet niet welke dit zijn ook. Ik ga eens even kijken, wat is dit? Een wall dynamo. Oh, dat is gewoon een elektrische damage. Oké, dan hang ik die daarop. Ah ja, dit kan je gewoon hier. Oh, ik heb vier dingen. Zo, ik heb hier het helemaal vol gehangen. Als we deze nou ook gewoon normaal doen, kunnen we hier nog zelfs extra traps op hangen. Even kijken of ik wat... Ja, jij hebt wat op de grond, hè? Ja. Ja, nice. Dat is een healing pad. Dat is een healing pad. Dat is goed voor ons. Dan hang ik hier ook nog wat spikes neer zo. Daar heb ik er best wel veel van. Ik heb nog twee healing pads. Ja, ik nog drie en dat is alles wat ik heb. Bij mij zijn mijn traps op. Ik krijg nog een healing pad helemaal achterin, zeg maar. Ja. Voor de zekerheid. Ja, dat is een goeie. Dat is een goeie. Ja, dan is hij denk af. Ik denk dat hij af is. Echt nu al? Ja, wat zouden we anders nog moeten doen? Ik heb nog wat traps over. Waarom ja, niet? Ja, voor mij mag het volproppen hoor. Doe wat je moet doen. Ik ga heel veel snel binnen kijken hoeveel blue glue we erin moeten gooien. Ik leg zeker nog een trap aan de binnenkant. Wat is dit voor trap? Moet je kijken. We kunnen zelfs de difficulty aanpassen. Welke trap? Die laat denk ik gewoon die banden naar beneden vallen. Ik heb geen idee. Ja, ik weet niet. Ik heb geen idee. Ja, en hier heb ik iets van materialen die naar beneden komen. Ik kan op zich... Zal ik hem gewoon gaan starten? Oh, er staan al zombies te rammen, man. Ik weet niet waar die vandaan komen. Echt? Ja. Ik heb ze al dood. Even niet doen, jongens. Ze hebben pas net begonnen, joh. Er komen er nog twee aanrennen, man. Ik wil even zien wat dit is. Oh, ja, nee, precies. Er komen er nog meer aanrennen. Dus pas op voor de zombies. Ik ga hem starten. Ja, dan gaan de zombies komen. En dan moeten we dit apparaat, de Atlas, gaan verdedigen. Start. Is die gestart? Ja. Oh, dan gaan we beginnen. Kom maar op. 2 seconden. We zijn er klaar voor. Jij staat er bovenop, of niet? Ja. Oh ja, we kunnen gewoon dubbeljumpen natuurlijk. Oké, daar komen ze hoor. Hoppa. Hoppa. Ik heb een chille sniper, jongen. Dat is niet normaal. Is gewoon een autosniper. Ja, als ik een headshot pop, dan is die in één keer dood. Ik heb iets leuks. Een vuurwerk. Heb je vuurwerk? Oh ja, ik zie het. Je hebt gewoon een rocket launcher, joh, gek. Oh, die knetten. Dat eentje dichtbij, die knal ik wel af. Noscope! Hier gaat ze ook heel scheef in. Oh, die was raar. Ja, je had er één gehit, ja. Eindelijk heb je er één geraakt, jongen. Goed gedaan, man. Goed gedaan. We moeten natuurlijk wel een beetje onze ammo in de gaten houden. Dus headshots is gewoon heel erg belangrijk. Wow, ik ben gehit, joh. Wow, yo. Echt? Oh, er staat een cowboy, man. Kijk uit. Die schiet gewoon met zijn wapen, dus daar moet je voor oppassen. Top. En die zombies zijn ook nog redelijk slim, want ze pakken eigenlijk het meest zwakke plekje van je base aan. En daar gaan ze aanvallen. Nou, nu hebben we niet echt een speciaal zwak plekje, want alles is ongeveer hetzelfde. Maar daar moeten we natuurlijk wel ook rekening mee houden. Maar tot nu toe gaat hij goed. We hebben maar nog 6 minuten te gaan. Ah ja, easy. Zolang dat er een grote komt. Nee, zolang er niet een mega zombie komt, is alles onder controle, denk ik. Ik weet nou, de vorige keer kwam er echt zo'n grote aan. Ja, zo'n grote reus, jongen. Ja, maar die zijn ook sterk, hè? Dat is niet normaal. Vallen wel veel mannetjes in. Oh, ik ben gehit, pas op. Ka-ching-ching-ching. Ja, ze komen nu met veel, hoor. Ze blijven nu ook nonstop inspannen. Er zit geen pauze meer tussen, gewoon nu. Nee, je moet uitkijken voor de koude mannetjes. Die schieten namelijk echt op een afstand op je, man. En die schieten ook niet mis, zeg maar. Wajo. Schiet. Ja, zie je die? Hit je altijd, die gast. Nou, we hebben heel veel rust, hoor. Even alle spulletjes oppakken. Ja, echt loot, joh. Zo. Hey, weet je wat ik denk heel veel doe? Ik maak even, denk hier snel een opening. Want dan kunnen ze die trap op. Snap je wat ik bedoel?
Ja. En dan dichtbij komen, dan, gaan ze niet op die muur mappen, maar dan lopen ze gewoon full die trap op. Je hebt gewoon die traps in actie. Ja, daarom, daarom. Dat is vet. Ja. Kom maar jongens, jullie zijn nog niet echt heel goed, hè, enemies? Nee! Dat dacht ik al, hè? Nee, we zijn te goed voor het. Hé, laten we eens even doorlopen, Ryan. Oh. Dan moet ik ook wel zeggen dat we wel ook sterke wapens hebben. Jongens, hier staat, hier is die open. Ja, kom maar. Ja, hey! Oh, dat ding is sterk, jongen! Holy knetter! Die is echt rete sterk, die trap. Ja. Eigenlijk moeten we... Wacht. Zullen we dit open doen? Ik wil die banden zien vallen namelijk. Kom. Kom, we gaan het makkelijk voor ze maken, ja? We doen zo. En dan doen we deze dicht, want die gaat op die trap op. Zo, die gaat dicht. Oh, die dek is echt hier. Die is wel sterk. Die kan wel tegen de trap. Ja. Wow! Tonnetje! Jij gaat hem gooien! Oei! Oh. Net op tijd. Wacht, de ton lekt hier. Nu heb ik heb hem hier opengemaakt, dus ik hoop eigenlijk dat ze deze kant op komen rennen zo. Ik zal ze het even makkelijk maken, kijk. Yes. Oh, ik zal je wel helpen. Oh wacht, laat die grote lopen, Let op bij je rij. Gaat hij er naartoe? Ja, ja! Oh, ze vallen echt naar beneden! Hey, het is wel sterk. Ja, die is wel sterk, ja, maar kan die maar één keer dan? Ik denk dat hij echt maar één keer kan ook, want hij gaat niet meer heel nu, zeg maar. Ja, ik denk het ook. Oké, ik help je weer, sorry, ik werd even afgeleid. Er zit er één, zit iemand met dingen te gooien. Oh, er staat een heks, ik kill de heks. Die is dood. Die aan de base. Oh, mooi jongen. Ik krijg gewoon allemaal banden op zijn hoofd, die grote. Heks helemaal links, Jan. Helemaal links? Oh ja, hij is dood. Lekker. He's down, man, he's down. He's down, my friend. Yes, yes. Die sniper is zo sterk, zag je hem? Ja. Kunnen ze niks tegen doen, joh. Spam erin, jongens. Lekker bezig, hoor. Ik ben daar geen ammo meer. Echt? Ja. Ik heb nog heel veel pistol ammo, man. Die kan ik nog maken, hoor. Even kijken. Oh, Jan! Wat's op? Oh! Ja, lekker, jongen. GG. Ja, die zijn sterk, hoor. Die wil je niet in je base hebben, gewoon. Dan heb je een probleem. Ik denk wel dat we een goede verdediging hebben gemaakt, man. Ah, ze komen niet eens aan in de verdediging. Nee, daarom. 3 minuutjes, dan hebben we het gehaald. Ja. Lekker hoor, kijk uit naast je. Ik heb ben even iets aan te pakken. Bro, mijn pistool is zo rete sterk, hè. Het is ook een paarse, dus dan is hij sowieso natuurlijk sterker dan een andere kleur. Oh, hij gaat met zijn zwaard, hoor. Wat zal ik met je meedoen? Wat, ik doe met je mee, ja? Wacht. Ik heb een legendary zwaard. Kijk, die van mij is helemaal rood. Lekker hakken, Ryan! Hoppa! Oh, Jan, tonnetje! Oh, nee! Oh, nee! Oh, de gin... Oh, joh, de gin is stuk, hoor. Jij bent hard gehit, of niet? Ja, helemaal shield eraf. Hier loopt een grote man. Oh, hij gaat neer, hoor. Zo. Nou, ik ga even kijken of ik een leuker heb. Ik denk, het zwaard van mij is legendary. Die is echt rete sterk, joh. Dat slaat helemaal nergens op. Ik hak 2 keer en ze zijn dood. Nou. We hadden tijd, hè. Ja, nog 2 minuten, joh. Rustig aan. Heb ik geen rotjes meer, ofzo? Heb ik geen rotjes meer? Gaat hij daarmee mee, hoor. Oh, ik heb ampels. Hier, komt die jongen. Hier. Jan, ik heb ampels, grenade. Echt? Ja. Oh, ik sta gewoon in die spawn van hun, jongen. Oh, is dat cowboy. Hier. Wow, hebben ze weggeblazen? Ja, oh my god. Hè? Ja, moet je kijken, pas op. Gooi er eens heen, Hey! Lekker ouwe. Lekker hoor. Oh, ik word wel vol geraakt, mijn hele schild is weggehouden. Waar is die groep? Wacht, even een groep bij me. Oh, nee, ze gooit je naar de base! Ah, ze vallen dood. Au! Wat doe je hier nou? Kom maar hier naartoe. Kom maar. Ja, goed zo, jongen. Die cowboys die hitten je wel hard, joh. Ja. Maar die staan echt op een afstand te schieten namelijk. Ja, ik heb hem. Je hebt leuker als schieten mensen slaan. Ja, maar slaan, dan word je echt wel hard door gehit, hoor. Ah, joh. Oh, hij zit gewoon te rammen, joh, die vent. Geen probleem, joh. Ik ben tank. Ik ben tank. Oh, heel veel cowboytjes. Ik heb er alweer één neer. Hij heeft een pistool, dat ding is zo sterk, jongen. Pistool is letterlijk 2 kogels voor een kill, hè. Oh.
Echt? Ja. Het is echt zo'n heel geüpgrade pistooltje, joh. Hier, cowboy, die voor je. Zo, easy even dit. Even weer een ander wapentje nemen. Oh, 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 niet naar mij toe komen. Dat gaan we dus mooi even niet doen. Denk even ook even een leuk wapentje zoeken. Ja, wacht. We hebben nog 30 seconden namelijk. Even snel kijken. Want ik weet niet wat dit is. Ik ga dit een keer aanzetten. Wow, ik heb een dikke submachine. Moet je horen, nee. Oh, er staat er één in de beest. Doe dat even niet. Banden. Oh my god, Ryan. Oh my god. Banden. Kijk uit. Oh, ze vallen, ze vallen. Oh. Hier, wacht, er staat er één onder. Val dan, bandjes. Ja, maar... Hij doet het niet. Oh, hij deed het niet. We hebben wel de platinum badge gekregen. Hey, Ryan. Ben je weer repaired, ja? Ik had hem kapot gemaakt, snel. Ja, ik zag het. Het spijt me, oké. Okay. Nou ja, ondanks dat we dus een hele base hebben opgemaakt. Ondanks dat we echt gewoon onze best hebben gedaan met de base. Hadden we hem eigenlijk helemaal niet nodig. Maar ja, je weet het natuurlijk maar nooit. Want voor hetzelfde geld heb je hem wel nodig. En dan kom je in de problemen. Omdat je hem niet hebt gebouwd. Dus ja, we hebben het goed gedaan. We hebben lekker veel zombies weten te killen. Dus ik hoop ook dat jullie hebben genoten van deze video. Mocht jullie hebben genoten. Ram natuurlijk zo'n skydop lijn op zak super, super dope vinden. En hopelijk natuurlijk ook weer, zoals altijd, tot de volgende keer. Doei. Bye bye.